Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe film Orphan First Kill, die begin september in de bioscoop uitkomt. In Amerika hebben ze deze film dus in de bioscoop al uitgebracht, maar ook op Peacock, dus hij is al te vinden online. En deze film is dus een prequel op de film Orphan uit 2009. En ik heb hem ook rond die tijd ongeveer gezien. Het is dus best wel een tijdje geleden al. Ik kan me niet super veel meer herinneren van het eerste deel, maar ik kan nog steeds wel gewoon de twist herinneren natuurlijk. Dat is iets wat je sowieso bijstaat. En in deze tweede film gaan ze er eigenlijk van uit dat je de eerste film wel al gezien hebt. De twist is in ieder geval niet echt een verrassing meer. Want ze vertellen je dus gewoon richting het begin van de film al dat dat kleine meisje eigenlijk dus gewoon een volwassen vrouw is met een bepaalde groeiziekte. Waardoor ze zichzelf voor kan doen als een klein meisje. En in de eerste film is het dus veel meer een soort van slow burn, langzame opbouw. Waarin je dus doorhebt dat er iets mis is met dat meisje. Maar pas richting het einde weet je dus dat het eigenlijk een volwassen vrouw is. En deze film heeft dus een compleet andere aanpak, want ze gaan dus niet voor de langzame opbouw. Je ziet er eigenlijk vanaf het begin al gewoon best veel chaos aanrichten. Want het eerste stuk van de film speelt zich af binnen een gekkenhuis. En dat was eigenlijk best wel tof gedaan. Als heel de film zich daarin had afgespeeld, had ik er ook geen probleem mee gehad. Maar op een gegeven moment weet ze dus te ontsnappen en dan komt ze erachter dat er een familie is ergens met een dochter die vermist was geraakt. En dan besluit ze dus daar soort van te infiltreren en zich voor te doen als de vermiste dochter. Ik moet zeggen dat vanaf dat punt de film eigenlijk best veel onverwachte wendingen neemt. En zichzelf eigenlijk wel probeert te matchen met dat eerste deel. En dat het ook gewoon een best wel lijpe twist heeft. En het is ook een beetje apart omdat we wel gewoon Esther, dat meisje, dus volgen als onze hoofdpersoon. Terwijl ze eigenlijk dus een slechterik is. En er bestaan eigenlijk maar heel weinig films met een echte slechterik als hoofdpersoon. En het is ook bijna onmogelijk om een volledig verhaal te vertellen op die manier. Dus zelfs in deze film wordt Esther richting het punt halverwege ongeveer wat meer een anti-held ook, omdat ze het dus opneemt tegen mensen die misschien nog erger zijn dan zij. Maar de film geeft Esther meer dan genoeg kansen om gewoon best veel brute kills te maken. Dus op dat vlak, op het echte pure horror en het geweld en zo, dan zit het sowieso wel goed met deze film. Ik moet ook wel zeggen dat ik echt respect heb voor de keuze om Isabelle Fuhrman te laten terugkomen als Esther, in dezelfde rol gewoon. Want in 2009 kon je het echt heel moeilijk zien dat het eigenlijk een volwassen vrouw was. Pas als je het wist, dan kon je het misschien een klein beetje terugzien. Omdat we nu 14 jaar verder zijn en deze film zich eigenlijk afspeelt 2 jaar voor de vorige film, is het dus wel een beetje apart dat ze haar niet gede-aged hebben ofzo. In deze film is het dus ook wel een stuk duidelijker terug te zien dat dit niet echt een klein meisje is, maar dat voegt gewoon best veel toe aan de charme van deze film en de verkniptheid van de hele situatie. Ik was van tevoren dus ook gewoon best wel sceptisch over deze film, omdat ik het gewoon een beetje onnodig vond. Die eerste Orphan film, die staat eigenlijk gewoon prima op zichzelf en ik zag Esther niet echt per se als een soort slasher. Maar ja, nu ze deze aanpak gewoon gekozen hebben voor dit deel, bleek het toch wel gewoon heel erg goed te werken. En vraag ik me dus ook af of er misschien nog een mogelijkheid is om een verhaal te vertellen na de eerste film. Want mijn verwachtingen waren dus best wel laag voor deze film, maar hij is me eigenlijk heel erg goed bevallen. Dus ik denk zeker als je een fan bent van de eerste film, dat deze tweede film ook wel het kijken waard is. En sowieso hebben we op horrorvlak natuurlijk altijd wel gewoon nieuwe films nodig. Dus als je fan bent van dat genre, is dit ook gewoon eentje die het waard is om in de bioscoop te kijken in september. Maar ja, hij is nu dus al wel te streamen online, dus misschien heb jij de film ook al gezien, of wacht je nog even tot hij in de bioscoop gaat draaien. Laat me weten wat je ervan vond in ieder geval, wanneer je hem gezien hebt. Bedankt voor het kijken naar mijn review en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.